Nieuwe technologie neemt de toekomst steeds meer over. Zo zijn er veel werkvelden waarbij technologie al een grote rol speelt. Denk aan computers, apps of robots. Omdat deze technologie steeds actueler wordt, is het belangrijk dat jongeren hierover leren. Daarom organiseert het evenement Night of the Nerds een tour, waarbij ze scholieren deze nieuwe technologie laten uitproberen. Tijdens Night of the Nerds leren scholieren over nieuwe technologieën. Omdat je in veel verschillende werkvelden te maken krijgt met technologieën, kunnen de scholieren zich tijdens dit evenement verdiepen in deze werkzaamheden en hoe het nou allemaal te werk gaat. Wij nodigen middelbare scholieren uit om kennis te maken met de technologie van de toekomst. En je ziet dus dat het, omdat technologie zo hard gaat, dat het voor een gemiddelde school is het heel moeilijk om overal op alle terreinen te gaten te houden wat er straks gaat gebeuren, want technologie zit overal. En je hebt in feite drie programma-onderdelen. Eén is zo de vloer, zoals het hier is. We hebben hier buiten hebben we workshops. En beneden in de hal hebben wij Tech Talks. Dat zijn korte colleges eigenlijk, waarin we vertellen over dingen die in de toekomst belangrijk zijn. De scholieren leren niet alleen veel, maar mogen ook zelf aan de slag met deze nieuwe technologieën. Ja, ik vind het erg leuk. Wij zitten bijvoorbeeld ook op het technasium. En hier zo werken wij ook dus best wel veel met techniek. En ik krijg hier bijvoorbeeld al heel veel nieuwe invloeden uit qua ideeën voor nieuwe opdrachten. Dus ik heb er heel veel plezier van. Ja, daarachter net kan je programmeren voor een robot die je lijn dan volgt. Ik vond het echt wel leuk. Ik heb hem ook zelf geprogrammeerd. We mochten VR-brillen testen. We mochten bijvoorbeeld tegen een muur aanduwen en dan konden we kijken hoe ver we het konden duwen. Ja, ik kwam 30 mm was het zo? 35. 35, dat hebben we samen gedaan. Een van deze activiteiten is dus pilaarduwen, wat een erg opmerkelijke activiteit is. Dit is een grote betonnen pilaar, hart van het gebouw. En met onze nauwkeurige meetinstrumenten kunnen we laten zien dat ook de jeugd zeg maar, zo'n pilaar kan omduwen. We zitten nu op 5 mu, deze hele kolom van denk 30 ton of zo, dat die weegt. We hebben aan de achterkant van die pilaar hebben wij een laser interferometer staan die heel nauwkeurige afstanden kan meten. En die kan zelf detecteren zeg maar, dat wij zo'n grote pilaar als dit, 2000ste millimeter, tot het record al bijna 5000ste millimeter om kunnen drukken. Uiteindelijk is het dus belangrijk dat de scholieren een klein voorproefje krijgen van de technologie van de toekomst, zodat ze later een betere beroepskeuze kunnen maken en weten wat ze kunnen verwachten. Nou, nieuwe technologie gaat natuurlijk over artificial intelligence. Het gaat over programmeren. Weet je, je moet je kunnen verbazen, je moet dingen kunnen uitproberen. Je wordt ook niks gemeten, je krijgt hier geen punt voor. Het is echt puur van laat eens even ruiken aan hoe de toekomst van al deze jonge mensen eruit kan gaan zien.